President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren positief getest op het COVID-19-virus. De president heeft geen ziekteverschijnselen en verkeert nu in thuisquarantaine. Het staatshoofd geeft aan dat zijn thuissituatie is aangepast, zodat hij daar in quarantaine kon blijven. Personen in zijn directe omgeving zijn ook getest op het COVID-19-virus. Ministers zijn ook getest, gelukkig zien we daar nog geen resultaat van positief bevonden. Ook First Lady is getest, zij is ook negatief bevonden. Dus zullen wij ook dit traject moeten afleggen, wat voor de president is uitgezet door het medisch team. En daarbinnen is het medisch team goed bezig door alle onderzoekingen te verrichten. Alle resultaten zijn tot nog toe binnen de vastgestelde normen. Dus wat dat betreft gaat het goed. Ik heb geen symptomen van ziekte op dit moment. Maar aan de andere kant zijn er protocollen die in acht moet nemen om besmettingen te voorkomen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De president geeft aan dat alles goed gaat. Het besturen van het land wordt volgens hem normaal voortgezet. Het werk probeert het staatshoofd van huis uit te doen. De moderne technologie wordt ingezet van virtuele communicatie, van Zoom en andere soorten communicatie. Wat maakt dat je normaal kan functioneren. Dus het bestuur wordt normaal gevoerd. Het bestuur gaat gewoon door. En voor de rest wordt alles aangepast aan de omstandigheden. En ja, de matak wa hogri, etja wa boom. Ik rust nu heel goed uit. Misschien had ik dat ook een beetje nodig. Want nu zie ik hoe belangrijk ook die rust was. Nogmaals, laten we eens deze periode op een goede wijze, gezonde wijze, verantwoorde wijze uitzetten. En als de medici zeggen dat daar weer het moment is dat je normaal kan functioneren, dan gaan we dat weer doen. De president bedankt een ieder die op welke wijze dan ook attentie heeft getoond. Hij geeft aan dat de gemeenschap zich geen zorgen hoeft te maken over hem, omdat er goed voor hem wordt gezorgd.